achter de schermen zijn zowel Lucia als Tina en Wilma Knetterhard bezig geweest om alles wat op de balie staat voor jullie klaargemaakt. We hopen dat jullie een gezellige 1,5, 2 uur hebben en lekker genieten van het eten. Nou zijn de bonnen uitgedeeld voor de high tea. We wouden eerst wel geld vragen, €2,50, dan weer niet. We doen het deze keer niet. Ik heb wel een blik, als iemand toch zegt ik wil een vrije gift geven, mag hij daar wat in doen. Maar we doen, als iemand het niet kan missen, de €2,50, dan hoef je er niks in te doen. U heeft hier iets georganiseerd? Ja, wij hebben voor sowieso onze cliënten, omwonenden, mensen die alleen zijn, een high tea verzorgd. Wat een heel leuk initiatief. En hoe bent u op dit idee gekomen? Wij hebben vorig jaar gedaan, in de Week van de Eenzaamheid, toen de commissaris van de Koning hier kwam, een ontbijt high tea achtergedaan. En dat was zo'n succes. En succes, nou u ziet het hoeveel mensen er zijn. We hebben niet eens in de krant gezet, we hebben niet geflyerd, want mensen zijn zo enthousiast dat het zich doorvertelt. En we doen het graag voor die doelgroep. En hoe vaak wilt u dit gaan herhalen? We gaan dit elke 3 maanden doen. En dat heeft er ook mee te maken, het is best veel werk wat je naast je gewone begeleidingswerk en doet. Dus je moet er ook de tijd voor hebben. En ik denk 1 keer in de 3 maanden blijft er ook echt wat extra's waar ze naar uit kunnen kijken. Wat vindt u van deze high tea? Nou, het is heerlijk en het is natuurlijk ook een heel mooi initiatief. Ik vind het echt geweldig. Ja. Bent u al vaker geweest? Ik ben hier, volgens mij was het in juli of augustus, was hetzelfde. Toen ben ik hier ook geweest, ja. Komt u hier ook heen om andere mensen te ontmoeten? Ja, zeker. Ja, ik werk niet meer sinds 3 jaar. Dus dan is het leuk als je wat nieuwe mensen leert kennen. Dus. Het is natuurlijk heel mooi dat mensen elkaar zo kunnen ontmoeten, met elkaar in contact kunnen komen. Ja, en samen eten verbindt. Dat blijft gewoon zo. En vaak moeten mensen allemaal alleen eten. En wij verzorgen natuurlijk hier ook altijd al de lunch. En dan zien we toch dat mensen graag komen lunchen. Al is het maar een gewone witte of bruine boterham. Je zit niet alleen aan tafel. Dus we hebben nu gewoon allemaal lekkere dingetjes voor ze die ze wel heel erg waarderen.